We leven in spannende tijden, dat hoef ik u niet uit te leggen, met vaak minder prettig nieuws over oorlog, inflatie en politieke impasse. We hebben gisteren weer een avondvullend programma kunnen bekijken op televisie, naar het debat. Met tal van dossiers waarop het nodig is dat bestuur en politiek actie ondernemen. En denk aan stikstof, aan woningbouw, naar vele van die grote vraagstukken. Ik heb dat de laatste tijd zelf in de verschillende media ook iets over gezegd, vanuit mijn rol als voorzitter van de gezamenlijke provincies, als commissaris van Zuid-Holland, maar eigenlijk ook als inwoner van dit land, want dat ben ik ook, die verwacht dat er besluiten worden genomen met algemeen belang. Ik ben blij dat ik vandaag hier te gast mag zijn bij een prachtig bedrijf, voor een feestelijke bijeenkomst, waar we het goede nieuws benadrukken, want dat is er gelukkig ook. En ik ben als commissaris altijd in mijn nopjes als ik op bezoek mag gaan bij een onderneming. Er zijn in onze provincie heel veel bijzondere bedrijven. En daarin ze in de keuken mogen kijken beschouw ik altijd als een voorrecht. Dat helpt mij ook in mijn werk. Bijvoorbeeld als we met elkaar nadenken over de toekomst van onze economie. Een toekomst gericht op duurzaamheid en innovatie. Beschreven wat wij in Zuid-Holland de groeiagenda Zuid-Holland noemen. Ik ben ook voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland, dus ik heb veel met bedrijven en ondernemers en anderen te maken. Veel van de vernieuwingen die gevraagd worden komen uit het bedrijfsleven. En om die reden verkeer ik graag in kringen van ondernemers. En dit soort ontmoetingen inspireren mij daarom zeer. De afgelopen ruim 9 jaar bezocht ik in mijn rol als commissaris vele tientallen bedrijven. Van startende ondernemingen tot gelouterde bedrijven die al heel lang bestaan en speciaal ook ondernemingen met een leeftijd van een eeuw of ouder. Als een bedrijf of organisatie 100 jaar bestaat, dan is dat een mijlpaal die echt iets markeert. Verreweg de meeste bedrijven in Nederland en Zuid-Holland komen er lang niet aan. Van der Ente. Het historische moment van het 100-jarig bestaan werd vorig jaar gehaald. Een prachtige mijlpaal die tijdens deze feestelijke bijeenkomst nog mag worden gevierd. Dat Van der Ent nu deel uitmaakt van een bijzondere groep van eeuwelingen is iets om trots op te zijn. En uiteraard is dat een hartelijke felicitatie waard. Wat in 1922 begon als eenmanszaak, een bodendienst tussen Rome en Rotterdam, is uitgegroeid tot een logistieke onderneming
gespecialiseerd in verhuizingen, opslag en alles wat erbij komt kijken. Nationaal en internationaal. U vertelde me net dat hier zo'n beetje de inboedel van de Nederlandse politiek opgeslagen staat. En dat blijft nog 2 jaar langer staan hier. Als het Binnenhof dan weer hopelijk in gebruik genomen kan worden. Als sterk, zelfstandig bedrijf en in een samenwerkingsverband met collega's onder de naam Topmovers. Je ziet ze overal door het land en niet alleen hier in het land rijden. Met vestigingen in de Spijkenisse en Rijswijk. Met ruim 110 medewerkers, van wie, en dat zeg ik als oud vakbondsman, met veel plezier nog van die velen in vaste dienst. Mooi vind ik dat jullie de opleiding veelal intern verzorgen in wat de Academy of het Verhuiscollege wordt genoemd. Zie anders maar eens aan goed opgeleid personeel te komen in deze tijd. Ik moet u verklappen dat ik heb zelf ook nog een keer als scholier in de verhuisbranche gewerkt. Toen het bedrijf Varenkamp in Amsterdam, zoet ik ook. Er gaan allerlei blijken van waardering of schrik of whatever. Waarderen. Nou, dat op. Ja. Ja. Ik ben ook onder de indruk van jullie klantenbestand. Diplomaten en professionele voetballers. En ook bekende namen als Shell, Beter Bed, Achmea, Centraal Beheer, UWV, de Eerste en Tweede Kamer, ik noem dat al. Verschillende ministeries en gemeentes. En de grote klant is IKEA. Voor deze onderneming alleen al heeft Van der Ent een kleine 20 auto's rijden. Dat is echt bijzonder. Zou Daniel van der Ent, de man die startte met 1 paard en wagen, dit allemaal voor ogen hebben gehad? Dat weten we niet. In ieder geval is zijn ondernemingsgeest in al die 100+ jaren in het bedrijf gebleven. De eenmanszaak werd eerst Van der Ent Transport en Verhuizingen en is daarna uitgegroeid tot een set verwante bedrijven van der Ent Removals, van der Ent Logistics, van der Ent Relocation en van der Ent Storage, die allemaal onder de Van der Ent groep vallen. Van oprichter Daniel is de originele bureaustoel bewaard gebleven. Die heeft in het pand een plek gekregen. Een fraaie requisiet. En naam kwam Piet van der Ent als tweede generatie onderneming en toen kwam de groei er goed in. Dat ging door toen de derde generatie aan het roer kwam met Daan en Dirk van der Ent. Ik neem aan dat zijn jullie betrokken. Ja. Ja. En sinds een aantal jaar is het de huidige directeur Christian van der Ent die hier de leiding heeft. 4 generaties van der Ent, 4 generaties vooruitgang en ontwikkeling. Dames en heren, bij familiebedrijven gaat mijn hart vaak wat sneller kloppen. Want familiebedrijven zijn sterk gericht op de volgende generatie en het goed doorgeven van het bedrijf. Daar gaat het niet om de korte termijn winsten, wat kan ik eruit halen. Maar naast mijn eigen goede boterham gaat het ook om het doorgeven van het bedrijf aan de volgende generatie. Als er ergens duurzaamheid in het vaandel staat, is het wel bij familiebedrijven. En om die reden zijn ze innovatief, bijzonder klantgericht en bezig met een lange termijn op basis van stabiliteit en flexibiliteit. En bij Van der Ent staan er bij de kernwaarden samenwerking, respect voor mensen, natuur en kwaliteit en veiligheid centraal. Chapeau. En hierbij spreek ik de hoop uit dat de Van der Ent groep nog lang op deze weg mag en kan doorgaan. En gezien de huidige koers ziet dat er goed uit. Maar we leven, zoals ik zei in het begin, in een spannende tijd. En u kent de uitdrukking, garanties voor de toekomst zijn altijd lastig te geven. Toch spreek ik hier graag hardop uit dat ik daar veel vertrouwen in heb. En er is nog iets wat ik met u wil delen. Ik ben vandaag namelijk ook in Spijkenisse gekomen om de Van der Ent groep, omdat de Van der Ent groep toetreedt tot een selectgezelschap. Een selectie van bedrijven die zijn onderscheiden met het predicaat bij koninklijke beschikking hofleverancier. Hofleveranciers en ondernemingen die, zoals het officieel heet, de goede naam en faam bekend staan en die dus van onbesproken gedrag zijn en die aantoonbaar de leeftijd van 100 jaar hebben gehaald. En soms denken we dat mensen bij de toekenning van een predicaat om een automatisme gaat. Ik sta 100 jaar, kom maar door met het predicaat. Maar zo werkt het niet. Je ziet het al. Dat is niet automatisch met het behalen van 100 jaar, nou dat regel even.
En ook denken ze wel eens, veel mensen, dat een bedrijf aan het hof moet leven. Dat is niet zo, al mag het natuurlijk wel, zoals ook in het geval van Van der Ent. Hier in het bedrijfsgebouw hangen fraaie foto's van de verhuizing van de toenmalige prinses Juliana, gedateerd in juli 1927. Waar het bij de toekenning van het predicaat om gaat, zijn de naam en faam, of moderner gezegd, de kwaliteit van de onderneming. En bij de aanvraag van zo'n predicaat moet een bedrijf zelf het initiatief nemen. Eigenlijk kom ik hier een lintje uitreiken aan een bedrijf. Er zijn vast wel mensen hier die een koninklijke onderscheiding hebben. Ja, hier is er een, hier is er een. Het leuke daarvan is dat een ander dat in gang gezet heeft. En u heeft willen verrassen met een prachtig lintje. Hier moet het bedrijf zelf voor zichzelf dat lintje aanvragen. Het predicaat aanvragen. Dus je gaat eerst maar eens met een self-assessment aan de gang. Slaag ik voor de test? Want niets is zo vervelend als dat niet lukt. Dus ga eens voor de spiegel staan als ondernemer. Durf ik dat hele proces aan? Want ik word binnen het binnenste buiten gekeerd. Ze gaan de boekenkast, de kasten in en kijken of het allemaal klopt. Dus zonder die keuze, uiteraard gebaseerd op geloof in eigen bedrijf, kan er sowieso geen sprake zijn van toekenning. Dus jullie hebben bij Van der Ent eens even goed in de spiegel gekeken en daarna bewust de stap gezet. En zo is de procedure gaan lopen. En vervolgens zijn vele partijen bij zo'n aanvraag betrokken. De burgemeester en zijn mensen, verschillende ministeries en ook de commissaris, ikzelf dus, en mijn medewerkers. Een bedrijf gaat onder de loep, door de mangel zou je kunnen zeggen. Het wordt in ieder geval stevig doorgelicht. En dat levert een aantal adviezen op die eenmaal verzameld bij ons in het provinciehuis terechtkomen. En dan kom ik als commissaris in beeld. En dan ga ik een aantal ministeries in gang zetten. Ze ga eens kijken, ga eens de boeken controleren, de geschiedenis controleren. En dan komen ze terug met de uitslag. En dan kom ik in beeld. De hele procedure rond de toekenning van predicaten is een van de bijzondere taken die op mijn bordje ligt. Het is de commissaris die op basis van de eerdere adviezen een oordeel geeft. En ik kan wel zeggen dat is geen zware, maar gewoon een heel erg leuke taak. En dat is natuurlijk ook goed ondersteund wordt. Maar daarna komt de laatste stap. Want uiteindelijk is er maar één persoon die de bevoegdheid heeft het predicaat daadwerkelijk toe te kennen. En dat is Zijne Majesteit de Koning zelf. En dat we hier staan betekent dat hij een positief besluit heeft genomen. Officieel gezegd, het heeft hem behaagd Van der Ent Holding BV, handelsnaam van de Van der Ent Groep, het predicaat hoofdleverancier toe te kennen. En dat betekent dat u zich vanaf nu hoofdleverancier mag noemen. En ik zal u zo meteen graag de bijbehorende oorkonde overhandigen. Dames en heren, de gemeente Nissewaard is een koninklijk onderscheiden ondernemingrijke. En dat is echt iets om trots op te zijn. Dat is een select gezelschap van zo'n 500, 600 bedrijven in het hele land. Dat is een kleine groep. Nogmaals, van harte gefeliciteerd met het 100 jaar bestaan en het predicaat. En ik wens de Van der Ent Groep uiteraard nog vele succesvolle jaren. Dank u. Hang hem ergens mooi op en deze moet niet buiten hangen. Nee, ik ga hem zeker regelen. Super, hartstikke bedankt. Dankjewel. Geweldig. Ik mag nu het woord geven aan de burgemeester, meneer Voort van Hoogsten. Meneer Van der Ent, ja, meneer Van der Ent, en meneer Van der Ent, meneer Van der Ent, familie Van der Ent. Dames en heren, fantastisch om hier aanwezig te mogen zijn en ook getuige te mogen zijn van de uitreiking van dit hofpredicaat. Het is echt wel iets om vreselijk trots op te mogen zijn dat een bedrijf uit 1922 die hele eeuw heeft doorstaan en al die 100 jaar gewoon aan het werk is geweest. Ik begreep, begon als een bodendienst. Met Rhone en Rotterdam. Maar voor mij als burgemeester van Nissewaard is het natuurlijk bijzonder om te melden dat u eigenlijk bent begonnen voor het Nissewaardse dan in Hekelingen. Daar was uw eerste loods, zou ik begrijpen. En al snel bent u doorgegaan omdat het lokale
Het lokale werd regionaal en het regionale werd landelijk, dus er moest meer ruimte komen. En toen bent u overgegaan naar, ik begrijp, de Kelvinweg in Spijkenis met een mooie loods. En dan kijk ik jou aan, Christian, omdat je me net nog die foto's daarvan hebt laten zien. Wat je natuurlijk in je jeugd met je vader, je oom en alle andere leden van de familie gewoon van heel nabij hebt meegemaakt. En nu, mede ook dankzij de logistieke hub, die denk ik waarvan de Ent ook bijzonder van mag profiteren, heel dichtbij de petrochemie, de internationale uitstraling daarvan, bent u allen verhuisd naar deze mooie plek. En ik hoop dadelijk nog even binnen te mogen kijken, want dat is vast nog indrukwekkender dan alleen deze tent. U bent inmiddels internationaal actief. U verhuist. U heeft duizenden verhuizingen op uw naam staan. Ik heb begrepen, u verhuist ook heel veel bekende Nederlanders. Ik heb net geprobeerd te informeren wie zijn dat dan. Maar discreet, dus u bent er zegt, u hebt er niks over. Dus wellicht hoor ik dat dadelijk nog wel. Ik heb foto's gezien inderdaad van de verhuizing van de Tweede Kamer. De commissaris refereerde er al aan, wat hier opgelegd, wat hier eigenlijk ligt te wachten tot de renovatie rond is. Mijn eigen gemeentehuis, uw eigen stadhuis, is ook verhuisd door Van Dent. En ongetwijfeld zullen we dat in de toekomst, wanneer deze gemeente weer gegroeid is of wat, nog wel eens een keer meemaken. Wie zal het zeggen? Wat ik wel heel belangrijk vind om te melden, is dat u hele hoge standaarden hanteert. Standaarden die natuurlijk relevant zijn voor uw eigen werk. U hecht aan de kwaliteit van de dienstverlening die Van de Ent natuurlijk nu al 100 jaar levert. En waar velen van mogen profiteren, klanten. Maar u hecht ook aan hele hoge standaarden, zeg maar, in de richting van uw eigen personeel. Om te beginnen, ik werd net al gezegd, er zijn ongelooflijk veel mensen werkzaam geweest de afgelopen 100 jaar bij Van de Ent tot de dag van vandaag. En ik heb velen van u net ook even mogen spreken. En dat is voor mij als burgemeester gewoon heel waardevol, want veel medewerkers van de Ent wonen hier in Issewaarde, wonen op het eiland voor hun punten in de omgeving. Die betalen een huur daarvan, van de inkomsten, die betalen een hypotheek, die hebben daardoor gewoon een fijn leven. En dat veroorzaakt Van de Ent ook, hè, in de hele positieve zin, want dat is het belang van ondernemers en dat doet u dus al 100 jaar lang. En daarnaast, want dat is die andere standaard, ik wil het toch wel even noemen, is dat u oog heeft voor allerlei kenmerken die zo vreselijk relevant zijn om een goed werkgever in deze tijd te zijn. Dus u hebt oog voor diversiteit, voor inclusie, voor afstand tot de werkvloer. En u bent bereid te investeren met geld, maar zeker ook met energie en met tijd om mensen die soms net even een beetje hulp nodig hebben, om die aan het werk te laten en die daarmee ook gewoon ontwikkelpotentieel te bieden. En dat is iets, stiekem als burgemeester ben ik daar nog veel trotser op dan dit prachtige predicaat dat u natuurlijk toekomt. En noblesse oblige, ik mag alleen maar hopen, en dat verwacht ik ook, onder de leiding van uw jonge directeur, baas, aandeelhouder, chef, van alles, Christian, ik heb net kennis gemaakt, 39 jaar, vol met ambitie en energie om dit bedrijf gewoon nog weer verder te brengen. En dat is prachtig, want die volgende 100 jaar die gaan wachten en dat gaat weer heel veel moois brengen. Heel veel succes. Dank dat ik hierbij mocht zijn. Meneer de commissaris, fijn dat u hier was om het predicaat namens zijn majesteit uit te nodigen en uit te reiken. Ik hoop dat we allemaal een hele fijne middag en avond mogen beleven. Dank u wel. Mag ik nu de commissaris, de burgemeester Christian uitnodigen om officieel tot de onthulling van het wapenschild over te gaan. Ja, moet je een mooie plek nemen. Nou, ja. Gaat u? Ja. Meteen als we binnenkomen straks, hangt hij daar. Zodat iedereen het kan zien. Alle bezoekers en alle collega's uiteraard elke dag kunnen zien wat ze hebben bereikt in de 100 jaar. Ik zou heel graag Daan van de Ent willen vragen om namens de Van de Ent groep nog een woordje te zeggen. Dankjewel. Chris, ik hoop dat hij nog heel lang mag blijven hangen daar aan die muur. Waar je hem bedacht hebt. En als jongens gaan verhuizen, neem ik hem dan mee. Beste collega's, oud-collega's, familie en genodigden, in het bijzonder de commissaris van de Koning.
de heer Jaap Smit en onze burgemeester van de Nissewaard Voort van Ooster. Op 23 september vorig jaar hebben we in gezelschap van vele collega's en trouwe opdrachtgevers een heel mooi feest gehad ter ere van ons 100-jarig bestaan. Een feest waarbij mijn moeder op exact 91ste verjaardag als oudste van de familie van de Rent de historie van ons bedrijf meebeleefd heeft en ook heel hard in meegewerkt heeft. Hoe bijzonder was dat? En toen aangevraagde predicaat hofleverancier was tijdens ons jubileumfeest nog niet toegekend. En we moesten maar afwachten of de koning daar zijn goedkeuring aan zou willen geven. Hoe mooi is het dan nu om met handen van de commissaris van de koning vandaag het predicaat hofleverancier te hebben mogen ontvangen. En dat nog op de geboortedag van Wijlen Piet, vandaag had het zijn verjaardag geweest. We hebben van alles geprobeerd om afspraken te maken, dat lukte niet, elke keer werd het verzet en uiteindelijk kregen we een keer deze datum voorgeschoven. Toen dacht ik van nou, volgens mij zit hij boven nog aan het stuur te draaien. Heel mooi. En ook heel bijzonder voor ons dan. Pa of Piet, voor velen, stond na de overname van de bodendienst van zijn vader Daan met Moe dag en nacht klaar om het verhuisbedrijf met zijn ideeën verder te brengen. Mijn vader dacht vroeger al echt in de toekomst. Boven, als we naar boven gaan, dan kan ik me wel iets laten zien. Hij had ooit het idee om met een helikopter te gaan verhuizen, in die tijd. Dus hij was de tijd al ver vooruit. Later hebben mijn broer Dirk en ik het bedrijf als derde generatie over mogen nemen en voortgezet en ontwikkeld. Ook Dirk, die inmiddels alweer de nodige jaren van zijn pensioen geniet, heeft een grote invloed gehad qua visie en het beleid om het bedrijf vooruitstrevend te laten zijn. En ook gezond te laten groeien. Dirk was de man die goed op de centjes lette en ik was wel eens wat makkelijker, maar we hadden altijd een goed team, een soort dreamteam hadden we. Waar je ook je steentje aan bijgedragen hebt, is aan het oprichten van Top Movers Nederland BV. Het is al genoemd, we zijn al 35 jaar lang zijn we actief in die club en ik denk dat het landelijk ook een hele mooi bedrijf is. Die landelijk opererende bedrijven ook weer van dienst kunnen zijn. Maar goed, nu een beetje genoeg over de familie voorlopig. Het 100-jarig bestaan hebben we ook bijzonder te danken aan al onze collega's en oud-collega's. Velen van jullie zijn al lange tijd bij ons werkzaam. Ook soms nog maar kort. Maar jullie hebben al een enorme bijdrage geleverd aan het huidige succes. Jullie zijn degene die dagelijks op pad zijn, in de loods aanwezig, op kantoor werken en zorgen voor de juiste klantbeleving. Mede door jullie inzet is het bedrijf succesvol. En dat is waar we op zo'n dag als vandaag bijzonder trots op mogen zijn. Na de overdracht en het verkoop van het bedrijf aan Christian door mij, staat hij als vierde generatie alweer een aantal jaren gedreven en met frisse ideeën, en dat moet ook om door te gaan, aan het sturen. Ik spreek dan ook de wens uit dat Christian met de goede spirit en zijn visie samen met alle collega's ook het bedrijf weer vooruit zal helpen. In een veranderende wereld waarin we nu acteren. Afsluitend wil ik de commissaris en de burgemeester bedanken voor de hele mooie woorden die gesproken zijn oprecht en het overhandigen van het hofleverancierschap. Wij zijn er trots op. Commissaris, ik hoop dat u de koning ook wil bedanken namens ons, want wij zijn er echt heel trots op. Dankjewel. Ik kan wel getroosten, maar ik weet niet of de rest zegt. Nou, dan wil ik proosten op deze mooie gelegenheid en op naar de volgende 25 jaar voorlopig, Martins. Oké, proost allemaal. Proost.